Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met een kerstdecoratie. Echt superleuk, op een ring, op voet. En je kan hem ook als hangende variant maken. Dat laat ik straks ook eventjes zien. Dus heb je er zin in, doe alvast even een duimpje omhoog. Ben je nog niet geabonneerd, doe dat dan. Ik zie dat 60% van mijn kijkers niet geabonneerd. Dat is echt super jammer. Want daardoor mis je niks, het kost niks, je zit nergens aan vast. Je ziet alleen al mijn leuke video's en je zorgt ervoor dat ik dit soort video's kan blijven maken. Dus druk eventjes op die abonneerknop en dan gaan we nu gauw aan de slag. Wil je het pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl, daar vind je onder kopje cursuspakketten. Je kan een gewenste datum aangeven. We verzenden van dinsdag tot en met vrijdag. Dus als je hem voor later, voor kerst wil bestellen, is dat ook geen probleem. Het geldt wel bij de pakketten op is op en sommige gaan echt heel snel, dus wil je hem niet missen, bestel hem dan gewoon vast. Ik heb hem hier in de groene variant opgemaakt. Ik ga hem nu straks wat meer met de bruin goud tinten opmaken. Maar wel heel neutraal. Dus dat is natuurlijk super leuk. En je kan hem dus in deze versie bestellen. Of in de hangversie. Die zal ik eventjes hier laten zien. Dus ook heel leuk. Bijvoorbeeld aan de deur. Net wat anders dan de kerstkrans bijvoorbeeld. En ga gauw beginnen. Ik heb daarvoor dit mooie frame. En allereerst gaan we eventjes het touw erop verwerken. Ik zei ook herfst of kerstdecoratie. Herfst, ik zeg de hele tijd herfst. Maar ik zit nu nog een beetje in de herfst. Maar dit is een kerstdecoratie. En het is niet echt bloemschikken, maar wel echt super leuk om te maken. Ook heel leuk om met kinderen te maken. Aan de zijkant doe ik caoutchouc. Dan blijft het touw er straks mooi op zitten. En ik heb nu bijvoorbeeld de lampjes in het midden verwerkt. Zoals je ziet, ik vind lampjes altijd heel gezellig. Maar je kan hem ook helemaal rondom heen doen of aan de ene kant van het frame. Dat is net wat je zelf leuk vindt. Daarnaast kan je dit pakket eigenlijk zo maken zoals je zelf leuk vindt. Je kunt je eigen creativiteit erin kwijt. Je kan ook andere kleuren decoratie inhangen. Heel veel decoraties ook te bestellen onder het kopje kerst of kerstballen. Daar vind je ook wat dingetjes. Dus dat kan natuurlijk ook als je net iets anders wil. En mochten jullie meer kerststukken willen zien, doe dan eventjes een duimpje omhoog. Dan weet ik dat jullie dit leuk vinden. Zowel kerststukken als kerstdecoratie is natuurlijk super leuk. Goed, zoals je ziet heb ik aan de zijkant op allebei de kanten caoutchouc gedaan. En daar blijft het touw dan mooi omheen zitten. Ik heb hier de lampjes er aan de middenzijde gedaan bij het touw. En nu doe ik hem er eventjes omheen. Het is dan belangrijk dat je dat eerst doet voordat je het touw verwerkt. Dus dat is wel even goed om te weten. Ik heb hier het kastje er een beetje achter hangen. Ik werk het kastje eigenlijk altijd wel een beetje mooi weg. Want die willen we natuurlijk niet zien. En die wikkel je er dan helemaal omheen. Zoals je ziet heb ik nu alles omheen gewikkeld. Ik heb de onderkant ook meegenomen. Maar je kan ook alleen de ring doen of het op deze manier doen. Wat je zelf natuurlijk leuk vindt. Dan is het nu tijd om het touw te wikkelen. Zoals ik dat hier ook heb gedaan in het midden. Je maakt gewoon even een knoopje in het begin. En dan wikkel je elke keer omheen totdat je geen touw meer hebt.
gedaan is het tijd om te gaan decoreren. Zoals je hier ziet heb ik de takken met kerstgroen ertussen gestoken. Dat doe je gewoon door te weven tussen de touw. En de decoratie kan je eigenlijk verdelen zoals je zelf leuk vindt. Dus daarin kan je helemaal je eigen stijl. Je kan bijvoorbeeld alle hangers bovenaan doen, onderaan. Je kan ook alleen vanuit het midden werken dat je dat vrij houdt. Dus daarin kan je helemaal zelf je eigen ding doen. Ik begin eerst met het kerstgroen. Bij het kerstgroen maak het onderste even schoon, dat je een mooie schone steel hebt. En je weeft het eigenlijk dus gewoon tussen het touw. Dat is het voordeel van op deze manier het touw verwerken. En ik heb verschillende kleuren en soorten kerstgroen. Dus dat kun je mooi verdelen in het frame. Ik zelf hou het een beetje binnen de cirkel, maar je kan het ook verder uitwerken. Net wat je zelf daarin leuk vindt. Je kan het ook eventueel op de kop er nog eens bij tussen verwerken als je dat leuk vindt. Maar je kan het ook vrij houden om hier juist kerstballetjes aan te hangen. Zoals je kan zien heb ik het kerstgroen allemaal een beetje verdeeld. Ik gebruik verschillende soorten kerstgroen, maar ik breng het op één geheel in het stuk. En dan kunnen we nu gaan beginnen met decoreren. Ik vind het zelf altijd het leukste gedeelte, want je kan hier helemaal losgaan. Je kan ook zelf kiezen welke kleuren je gebruikt en hoe je dit leuk wil decoreren en hangen. Het is ook super leuk om met kinderen te doen. Het is eigenlijk een beetje als een kerstboom versieren, alleen dan de mooie ring. Dus ik gebruik hiervoor verschillende hangers. Zoals ik net al liet zien, deze mooie velvetachtige. Ik heb ook een mooie glitterster en dat geef ik een mooi plekje. Ik zorg wel dat het een beetje in verhouding is, dus daar let ik goed op en dat het mooi verdeeld is. Verder hang ik het gewoon vast met touwtjes of een ijzerdraadje. Ik heb bijvoorbeeld hier ook nog mooie plataanbolletjes en die kan je gewoon aan het touw weer vastmaken. En zoals je ziet hebben we dus echt een prachtig stuk gemaakt wat je eigenlijk op elk soort manier kan maken. Je kan helemaal losgaan en je eigen ding maken en dat maakt het ook wel heel erg leuk. Omdat als je dat bijvoorbeeld met een groep maakt of met vriendinnen of wat dan ook, iedereen echt zijn eigen stuk heeft. En je kan hem natuurlijk aanpassen aan je interieur, dus dat maakt het natuurlijk ook heel leuk. Ik heb hem nu in een natuurlijke kleur gemaakt, maar je kan natuurlijk elk kleur kerstballetje aan toevoegen. Die kan je losbestellen in onze webshop onder kerst of kerstballen, dus dan kun je daar eventjes kijken. Wil je dit pakket nu bestellen? Je kunt hem compleet bestellen via www.uwlijnbloemist.nl vind je onder kopje cursuspakketten. Wees er snel bij, want op is op en ze gaan op het moment heel snel, wat ik super leuk vind. Maar als je hem niet wil missen, bestel hem dan snel.
Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En laat even hieronder weten wat je hiervan vindt. En wat je graag wil leren met kerst. En wat je wel graag wil zien in een DIY pakket. Je kan hem dus ook bestellen in de hangvariant. Die zal ik eventjes hier in beeld zetten. Die kun je ook via de website bestellen. En ja, dan zien we bij de volgende keer weer.